Hoi allemaal, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Zoals je kan zien sta ik al naast Ariane. En vandaag ga ik op oefenparcours met haar omdat ik een tijdje niet op wedstrijd kon. Omdat ik eigenlijk dingen had gepland. Ari, waar ga je heen? Ik had eigenlijk een paar wedstrijden op de planning staan, maar ik was een weekendje weg. Dat was al lang gepland. Toen was ik ziek geworden en dat weekend zou ik eigenlijk weggaan. Maar ik was echt, ja, gewoon te ziek om een wedstrijd te gaan. Toen het weekend daarna had ik al vol gepland. En dat weekend daarna weet ik eigenlijk niet zo goed meer wat er was. Maar dat kon ik ook niet. Dus eindstand ben ik weer 4 weken of zo niet op concours geweest. En ik weet dat Ari daar gewoon niet zo lekker op gaat. Ze moet gewoon meer in een ritme. Dus we gaan proberen dat ritme weer op te pakken. En vandaag dus even te beginnen met een oefenparcoursje. Het is vandaag vrijdag. En ik ga naar oefenparcours in Etten-Leur. Dus, als je het leuk vindt om te zien, blijf dan vooral kijken naar deze video. En doe vast een duimpje omhoog. En dan ga ik jullie meenemen vandaag. Ari is echt mega vies sowieso de laatste tijd. Is eigenlijk elke dag heel vies. Ik weet niet, gewoon helemaal van onder tot boven onder de poep. Dat ik echt denk van, oké, je stal ligt er gewoon schoon bij. Hoe doe jij dit? Maar ik heb Chilam ook wel even in de molen gezet. Chilam gaat vandaag dus niet mee. Ik ga me echt even focussen op Ariane. Dus Chilam heb ik nu in de molen gezet. En als we dan terug zijn, zo meteen gaat Chilam nog rijden. Maar nu is ze al eens even lekker aan het stappen. Het is nu trouwens 8:30 ochtends of zo. En we gaan om 8:15 gaan wegrijden hier naar Etten-Leur. Zo, ik ben in de trailer en we zijn aangekomen op de locatie in Etten-Leur. En ik ga nu snel opzadelen en dan kan ik gewoon beginnen wanneer ik wil. Ik heb gewoon de bak als het ware een uurtje gehuurd. En ja, dan kan je gewoon eigenlijk een uur springen. Dus dat gaan we doen. Dus ik ga opzadelen, inrijden en dan gaan we beginnen. Thank you.
staan nu weer in stal. En ja, Arie staat ernaast me, zoals je kan zien. Ik wilde nog even een update geven over hoe het was gegaan. Het ging zo goed. Echt, dit heeft ons zoveel vertrouwen gegeven. Echt bizar, want ik kwam op dat veld en het waaide best wel hard. En het is best wel groot en kolossaal. En er stonden heel veel sprongen en alles. Dus het was best wel een soort van imposant voor haar. En dat voelde ik ook gelijk, wat ik al eerder heb gezegd in vlogs. Ze kan dan heel sterk worden en ook wel wat gespannen. Dus nou, ze werd gelijk dus sterk en gespannen. En uiteindelijk wilde ze ook, ja, weet je wel, ze vond het gewoon spannend. Zelfs om te draven, gewoon alles was gewoon heel spannend ineens. Dus nou, dat hadden we heel lang, of nou heel lang, best wel lang ingedraafd, ingegalopeerd. Gewoon heel veel vertrouwen gegeven. En tegelijkertijd heeft mijn vader al hindernis wat naar beneden gedaan. Want er stond echt op 1,30 of zo helemaal een parcours. Maar ja, dat, ik ging naartoe voor de ontspanning en niet om een 1,30 parcours te springen. Dus we hadden alles wat naar beneden gedaan, rond een meter denk ik. En toen ben ik begonnen met inspringen op één sprong. En dat was met die muurtjes. En dan konden jullie ook zien, een paar keer een kruisje, een paar keer een steltje, oxer. En toen ging het eigenlijk super goed. Toen kreeg ze eigenlijk geen spanning meer en was er eigenlijk niks meer aan de hand. En toen deed ik een paar hindernisjes, ja, een beetje hinders achter elkaar. Gewoon een steltje, ja, gewoon wat lager en dan een keer dubbelsprong. En een beetje, niet echt een parcours, maar gewoon wel wat hindernissen achter elkaar. Dus een stuk of 5, 6 hindernissen achter elkaar of zo. En het ging eigenlijk ook super goed. En toen dacht ik van nou, dat doet het eigenlijk zo goed. Ik kwam wat hoger, want ze had echt geen balkje geraakt. Niet gekeken, niet gespannen, gewoon niks. Sprong echt top. Dus nou, toen deed je wat hoger, rond 1,10 denk ik, 1,15. En het ging eigenlijk ook heel goed. En er waren een paar hindernissen met best wel wat planken eronder en slootjes. En ik weet dat ze dat wel spannend kan vinden soms. Verschilt heel erg per dag bij Arie, maar omdat ze dus al best wel gespannen begon, dacht ik van nou, dat is misschien too much voor haar op dit moment. Dus en toen uiteindelijk, toen voelde ze zo goed dat ik gewoon over, ja, wat spannende hindernissen ben heen gesprongen. Uiteindelijk kan je hem ook zien op film met een, ja, Van Blon met een vrachtwagen eronder. Maar die is best wel imposant, omdat een hele grote vrachtwagen zo'n plank onder staat. Dus maar die stond echt op 1,25 en ze sprong echt super goed elke keer. En uiteindelijk zei ik van nou pap, ze geeft me zoveel vertrouwen, ik kan wel wat hoger. Dus dan hebben we zelfs 1,30 een paar hindernissen gedaan. Uiteindelijk die Blon met die vrachtwagen en dan over de bloemetjes zeg maar, of de tulpen, weet ik wat was, op 1,30. En dan uiteindelijk hadden we nog een korte met een soort licht donker plankje, ik weet niet wat het was. En dan een balk erboven stond ook ongeveer op 1,25, 1,30. En dan hadden we daar zo'n beetje dat rondje, die drie hindernissen een aantal keer gedaan. En het ging zo goed, echt, ze geeft me zoveel vertrouwen. Ze heeft echt gewoon, ja, geen fout gemaakt, niet gekeken, helemaal niks. En ja, ik ben gewoon echt blij, want ik denk dat dit echt een goede stap was in onze vooruitgang. En dit is natuurlijk ook wat ik wilde, gewoon weer eventjes dat ze weer een beetje inkomt. Wat ik al zei, we zijn 4 weken niet op concours geweest. En dan is Arie gewoon weer, ja, een beetje gespannen, een beetje, dan moest ze gewoon weer inkomen. En nu was, ja, het ging gewoon zo goed. Ik ben echt zo blij. Dus we gaan het waarschijnlijk binnenkort nog een keer doen. Dus nog een keer naar dezelfde plek. Zelfde hindernissen, maar dan hoop ik iets meer echt een parcours. Want ik had nu best wel iets van 8, 9 hindernissen achter elkaar gesprongen. Maar niet het originele parcours, omdat en de nummers stonden een beetje zo verwarrend. Dat ik dacht van ja, er stond bij 2 hindernissen stond bijvoorbeeld de nummer 4. Dus dan wist ik al niet zo goed wat nou 4 was. En er stonden ook bij sommige gigagrote planken onder. En om dat dan allemaal naar beneden te krijgen of aan de kant te zetten, het is gewoon allemaal loeizwaar. Dus we hadden zoiets van, nou, er staat genoeg. Er stonden echt, weet ik het, ik denk wel iets van 15, 16 sprongen of zo. Dus nou, we hebben gewoon wat uitgekozen. En uiteindelijk had ik dan oxer en dan bijvoorbeeld een stijl, 3 sprong, dubbel, 3, 4 achterin. Of dus dan zit je ook wel op ongeveer 9 hindernissen of zo achter elkaar. Dus uiteindelijk hebben we wel een soort van parcours gedaan, maar niet het originele parcours wat er stond. Dus ik wil volgende week of wanneer we tijd hebben graag nog een keer ernaartoe. En dan wel echt een parcours springen met alles op 1,20 bijvoorbeeld. Zodat we op die manier echt weer klaar ja, zijn voor de wedstrijden. Dus dan weten jullie dat. Ik ben in ieder geval super blij met hoe het ging. Ik ga nu G-Lime op mijn gemakje rijden. En hierbij ga ik deze vlog afsluiten. Want deze vlog stond helemaal tik van Arie. En dan kunnen jullie over een paar dagen, of ik weet niet wanneer de vlog online komt, maar ik ga over 2 dagen met G-Lime op wedstrijd. En dan zijn de video weer helemaal teken van G-Lime. Dus dan weten jullie dat. Dat ik wel G-Lime doe, maar dat ik even deze vlog bij Arie laat. Ik vond het in ieder geval echt super leuk om daar te rijden. Het was echt top geregeld. Echt heel fijn. Dus, als je dit een leuke video vond, doe dan een duimpje omhoog. En abonneer mijn kanaal hier beneden. Dat zou ik super leuk vinden. En zie ik jullie snel bij een nieuwe video. Doei!